Ik ben Annemieke Awe, ik ben patiënt hier en ik krijg iedere maand de behandelingen die best soms wel heel intensief zijn. Dus ik vind het heel fijn om die rugmassagebehandeling te krijgen, iedere maand. Ze doet de stoelmassages en neemt ze echt mensen apart voor een rug-schoudermassage. Sommige mensen hebben heel veel last van hun voeten en dan krijgen ze een voetmassage. En dan merk je echt dat de prikkeling in de voeten bij de mensen minder wordt. Het is een geweldige ervaring. Mensen vragen er ook echt om. Hè? Ja, jullie wachten, we hebben een kamer. Je hebt vaak mensen met z'n vieren die heel vaak maandelijks terugkomen. Jullie wachten eigenlijk op Sylvie van. Absoluut. Oh, lekker. Absoluut, ja. Het is pure luxe. Echt wel. Ja. Als wij hier dan met z'n viertjes liggen, dan zitten we echt te wachten op wanneer komt Sylvia. En dan, dan neemt ze ons mee naar een kamertje. Heerlijke muziek, heerlijke massage, af en toe een rug-schoudermassage, af en toe een voetmassage. Ja, het is geweldig. Het is echt geweldig. Ik ga door het leven met een koffer gevuld met herinneringen. Voor mensen die mij niet kennen, zijn het onbelangrijke dingen. Mijn koffer gevuld met mooie dingen die ik tot nog toe heb meegemaakt, maar ook met dingen die mijn hart heel diep hebben geraakt. Toch is het geen zware straf om die koffer te moeten sjouwen, want ik heb die koffer nodig om mijn leven verder op te bouwen. Die koffer is één van de belangrijkste dingen die ik heb in mijn leven, want in die koffer zitten ook harten van mensen die om mij geven. Dit is een gedicht van een patiënt van ons die hier ook een behandeling heeft gehad. En dit raakte mij diep en vanmorgen dacht ik, in die koffer zitten ook kleine dingen die gegeven worden door de vrienden van het Maasziekenhuis. Zoals Look Good, Feel Better, de massages, de stilteruimte. En een van die dingen, Look Good, Feel Better, is dus een prachtig initiatief. En waar mensen dus bij ons komen als zij met hun kuur beginnen of als ze bezig zijn. En waar ze tips krijgen door professionele mensen die dat vrijwillig doen. En dat gaat over huid, over hun haren, over hun wenkbrauwen. En een van de dingen die ik nooit meer vergeten ben is dat een oudere dame tijdens de workshop in huilen uitbarstte en zei van nu heb ik weer wenkbrauwen, nu heb ik mijn gezicht weer terug. En die ervaring die is mij zo bijgebleven en Annemieke die heeft ook een workshop mogen meevolgen. En mij vraagt, hoe heb jij het ervaren? Ja, ik heb het als ontzettend fijn ervaren om gewoon meer mooi te kunnen zijn als je behandeld wordt met een kaal hoofd, geen wenkbrauwen, hele bleke huid. En als je dan dat voorgespoteld krijgt wat ze allemaal doen, wat allemaal mogelijk is, ja, het is gewoon ontzettend fijn om dat te mogen ervaren en weer mooi te mogen zijn onder zo'n behandeling. Ja. Ik ben aan het masseren, een handmassage aan het geven bij een patiënt in het ziekenhuis. Dat doen we met een grote groep vrijwilligers. Elke week hebben we een soort van dienst. En dan lopen we op de afdeling en krijgen ons lijstje mee om een handmassage te geven. En dat wordt al zeer prettig ervaren. Mensen worden er ontspannen van, een stukje afleiding, een stukje daginvulling. En ja, prettig vooral, en voor ons ook, maar ook voor de patiënten. Ik ben nu bij Jan. En Jan kan misschien zelf iets vertellen over hoe hij het ervaart. Wat we gewoon uit de mond kreeg. Ontspanning, dat is echt ontspanning. Ja, dat is een zalig gevoel. Ja, ja, altijd positieve reacties. Ja. Het is ook, wij doen het op vrijwillige basis en de patiënten mogen het aannemen of kunnen ook zeggen ik heb er vandaag geen zin in en dan kan het nog vanavond of morgenochtend. Ook prima. Ja. Ja, voor mij maakt het zo. Ja? Ja. In 2011 zijn we in het Maasziekenhuis gekomen, zijn we verhuisd. We hebben toen dit stiltecentrum gemaakt. In eerste instantie was het stiltecentrum alleen nog maar aangekleed met de paarse banken die jullie zien. En natuurlijk het hele mooie glas in lood. In het boek wat hier lag, werd aangegeven dat mensen misten dat het warm was, dat er te weinig betrokkenheid was. In gesprek met
met de vrienden van het Maasziekenhuis zijn we toe gaan kijken wat kunnen we, wat willen we en wat is nodig om deze ruimte aan te kleden om hem wel warm en vriendelijk te maken. En dat is heel erg goed gelukt. We hebben in samenspraak met een kunstenaar ook gekeken van wat willen we graag, wat is nodig. En het stiltecentrum is daarna aangekleed met een heel mooi kleed, met een schilderij, een hele mooie kaarsenstandaard en nog wat stoeltjes waar mensen rustig kunnen zitten en kunnen bezinnen als ze dat nodig vinden. We zien nu ook die vraag niet meer terug in het boek wat hier ligt. Mensen zijn tevreden, ze zitten hier graag. Het is een hele prettige ruimte geworden met de aankleding die gedaan is met behulp van de vrienden van het Maasziekenhuis. Fijn even mediteren en een kaarsje aanmaken. Dankjewel. Mijn lieve kleine meid, word maar snel beter. Liefs, mams. Bedankt voor deze plek. Fijn om even tot jezelf te komen. We zijn hier met een aantal collega's van de röntgenafdeling van het Maasziekenhuis. We staan nu in de CT-scan. We willen de vrienden van het Maasziekenhuis ontzettend bedanken voor het prachtige plafond wat we geschonken hebben gekregen. We gebruiken dit erg veel in de dagelijkse praktijk. Veel mensen vinden het ontzettend spannend, zijn wat angstig. En we kunnen ze daarmee heel goed afleiden. Mensen krijgen het gevoel alsof ze in een meer open ruimte zijn dan voorheen. Wij merken zeer veel positieve reacties en kunnen dan in ieder geval vertellen dat we de schenking van jullie gehad hebben. Dankjewel! Dankjewel! Dankjewel!